We gaan de stad in. Moeder, ik heb haar laatst gezien op tv bij Hans van Wilgen. Ja, ik heb het ook gezien. Hartstikke leuk. Nou, zeg het er zelf maar. Ah nee joh. Een andere keer. Ah nee, doe niet zo flauw. Dit vindt ze hartstikke leuk. En mijn dag kan er niet meer stuk. Goed. Oké. Okay. Zit. Oh. Hoi mam. Hoi Lizet. Hallo. Zo. Ik ben Els de Bruin. Ik heb je op tv gezien. Oh ja, wat leuk. Hoe vond je het? Fantastisch. Ja? Echt waar. En ik ben Huub en ik heb je ook gezien. Mag ik uw handtekening? Nee joh, nee. Nee, we hebben haast, hè man? Nee, dat kan best. Geef je agenda maar. Nou, graag. Ja. Hé, en zijn jullie ook van plan om naar het stuk te komen? Nou ja, ik heb nog veel huiswerk de laatste tijd, dus... Nou, ik zal het proberen. Ja. Het lijkt me fantastisch. Ja, het is een heel mooi stuk. En je kan het misschien voor je lijst gebruiken of zo. Ja, ja. Oké, okay, nou, doe je best. Bedankt. Ja, dag. Dank u wel. Dag, tot ziens. Wat een enige kinderen. Ja, hè? Ja. De pot voor Wright & Cato dat die zwart ziet, wat betekent dat precies, opa? Wat denk je? Iemand uitschelden voor vuile zwart of zo? Racisme? Nee. Verwijten is kwalijk nemen eigenlijk, hè? In vroeger dagen hingen de pot en de ketel gezamenlijk boven het haardvuur. Zodat ze dus beide even zwart werden. Kan je dat niet een beetje korter zeggen? Ja, natuurlijk, kerel. Natuurlijk. Dat kan zeer kort uit een heffer. Denk er nog aan toe, zeg. Wat is er? Nou ja, is dat ding weer verstopt? Willem? Willem? Het is toch niet te geloven, Riepje? De afvoer? Wat alweer? Ja. Hoe flik je hem dat toch steeds? Ik? Jij? Wat dat ding moet dus behoorlijk gemaakt worden. Deze afvoer is perfect. Alleen moet iedereen zijn rotse hup zomaar in de gootsteen flikkeren. Dat moet jij zeggen. Ja, dat zeg ik ze. Oké. Okay. Willempie gaat ze gereedschapskissie wel weer even halen. Opa, hoe zeg je kort de pot vooruit de ketel dat hij zwart ziet? Wat je zegt, dat ben je zelf. Oh, is dat je heel leuk. Vind je ook goed? Ja, heel lief. Ja, dreigen. En weet je wat zo handig is? Je kan hem altijd aan. Nou, liever niet hoor. Ik wil ook wel eens iets anders aan. Nou ja, bij elke gelegenheid. Dat begrijp ik wel. Alleen hij zit hier een beetje krap. Kan misschien uitgelegd worden? Ja hoor. Dat is zo gebeurd. Dat doen we op eigen atelier. Okay. Maar verder vind ik hem prachtig hoor, mam. Ik wil hem heel graag hebben. Ja? Ja. Bewegen ze een beetje. Ja, hij valt prachtig. Ja. Niet zo stijf. Beetje ontspannen, liever. Nou, doe toch. Hoeveel kost die? Tadadada. Hallo. Ontspannen, mam. Kijk eens. Die krijg je erbij. Oh, dank u wel. Opa, schrijf je interessant met 2 S's en 2 R's? Ja. Opa! Hé? Schrijf je interessant met 1 of met 2 S's? 2. En met hoeveel R's? Ja, wie heeft er nou een taak Nederlands? Jij of ik? Ja, ik? Maar jij kan toch wel even helpen? Maar jij kan toch wel even je dictionair van boven gaan halen? Dan moet ik voor dat ene rotlettertje helemaal heen en weer naar boven. Ja, dag! Hé, jongens, schat eruit. Je hebt jonge benen, zeg. En het zou trouwens niet het enige woord zijn wat je moet verifiëren met een V en een F en 2 puntjes op de E. Ik begrijp niet waarom je niet naar boven gaat. Daar kan je veel beter concentreren, heb je alles bij de hand. Ja, maar jou niet, opa. Als jij dan niet zo lullig doet en me even helpt, gaat het allemaal veel sneller dan dat ik het allemaal moet opzoeken. Zie je wel, je bent gewoon lui. Daar is Willem met de waterpomptank. Gaat het? Nee. Nee. Met hoeveel R's schrijf je interessant? 1 R. Nee. Wat? Nee, niet goed? Nee, jawel. Ja, maar hij moet het zelf uitzoeken, anders leert hij het nooit, Willem. Oh, je moet het zelf uitzoeken, anders leer je het nooit. Goed begrepen? Nee. Zeg, ik krijg het niet voor elkaar met dat ding, hoor. Oh, laat mij maar even... Nee, nee! Je moet het hem zelf laten uitzoeken, Willem, anders leert hij het nooit. Hey. Pas jij maar op je woorden, hè? Adolescent academicus! Zeg, zo, als je naar zitten...
Voorzichtig voor je hoofd, Willem. Nee, dat gaat allemaal prima. Hey, geef jij eens een tuiltje en dan ga ik de boel hier even open. Ja, hier. Wat betekent de tering naar de nering zetten? Dat je geen kwartje moet uitgeven als je maar een dubbeltje hebt. Oké. Okay. Gaat het? Ja, wacht maar even. Ja. Hallo. Hallo. Oh, hallo. Zijn jullie geslaagd? Dacht het wel, Han. Zo prachtig open, je zult niet weten wat je ziet. Oh, las kijken. Nee, dat kan niet. Nee, er moet nog het een en ander aan vermaakt worden. Oh. Zo, ik ga maar weer eens opschieten. Oh, jemig. Ja, maar kind, drink dan toch eerst even rustig een kopje thee. Ik heb geen tijd, pap. Ik moet me nog verkleden. En dan is een haast de bus in. Ciao. Die spat nog eens uit mekaar van de stress. Gaat het, Willem? Ja. Hey, opa. Ja. Hebben ze je nu weer in het donkere gootsteenkastje gestopt? Ja. Nou, zeg. Ga jij de taaltjes even leggen als je wil? Ja, jongens. Yes. Nee! Oh, hey, mama! Mama, geef nou! Zo blijf je lekker bezig, opa. Weet je hersens gebruiken als het kan, alsjeblieft. Sorry, nou, ja. Kom maar. Nee! Laat maar. Kom maar, ja, stom zeg. Hopla, als de kop van open. Oh nee, je gaat me toch niet slaan, hè? Je gaat me toch niet slaan. Dan mag ik alsjeblieft even. Ik zit op de telefoon hier. Met Bolbuis met paard. Ja. Ja, mevrouw. Nee. Vanavond? Oh, nou, ik zal er even roepen. Ogenblikje. Anna, dat is voor jou, mevrouw Van Doorn. Mevrouw Van Doorn? Oh shit! Helemaal vergeten. Vraag of ze zo meteen terug wil bellen. Waarom? Ga open alsjeblieft, doe nou. Oh, nou. Nogmaals met buis, mevrouw Van Doorn. Ze staat onder de. Ja, u begrijpt het, ja. Ja, nee, ze belt zo even terug. Dank u wel. Dag, mevrouw Van Doorn. Wat is er aan de hand? Nou, mevrouw Van Doorn had gevraagd of ik wilde oppassen vanavond, maar dat kan ik niet, omdat ik vergadering heb. Wat voor vergadering? Ja, ik ben gekozen voor de commissie van het Lustrumbal en daarom had ik Charlotte willen vragen of zij wil oppassen. En dat ben ik vergeten. Ach, Anna, hoe kan je nou toch zo nalatig zijn? Ja, maar Charlotte was gisteren ziek en... Nou ja, ik ben het gewoon vergeten. Sorry. Ja, dit is alweer klaar. Ja. Maar je moet gewoon eens een beetje nadenken trouwens. Jullie moeten allemaal een beetje opletten, jongens. Dat kan niet. Moet je nou eens kijken. Hier, stukjes knoflook, luciferhoutjes, haars. Dat kan niet. Dat kan echt niet. Hallo, Charlotte, met mij. Kun jij vanavond nog babysitten? Oh, shit. Nee, natuurlijk kan je niks aan doen. Mijn fout. Oké. Dag. Nou, ze kan niet. Wat nu? Nou, dan zou je die vergadering moeten afzeggen. Ja, dag, open. Dat kan niet. Ik ben net gekozen. Ja, maar je hebt het wel afgesproken met mevrouw Van Doorn. Een afspraak is afspraak. Zal ik het doen? Wat? Ik wil best vanavond voor je oppassen, hoor. Broertje van me, je bent het einde. Ja, dat weet ik toch. Hé. Is dat nou wel verstandig? Hoezo? Ik neem gewoon mijn huis ook mee. Dan kan ik lekker leren onder het oppassen. Dan ga ik nu even naar kamer. Nee. Kan jij dat dan wel oppassen? Tuurlijk, daar is toch niks aan? Geen enkel probleem. Het is een schat van een kind. Slaapt gewoon de hele avond door. Oh. En als dat kindje dan eens gaat huilen, wat doe je dan? Nou, dan schommel ik de wieg een beetje heen en weer. Ik zie wel. En als dat kindje nou eens ontzettend lang blijft doorhuilen, wat doe je dan? Nou, dan geeft hij haar gewoon het flesje. Mevrouw Van Doorn zet altijd alles klaar, dus... Ja, ik vind het... Nee. En als er nou eens vreselijk wordt ingebroken, wat doe je dan? Dan sla ik ze de hersenen en bel ik na de ambulance de politie. Ja. Je grote waffel. Zal het zeker niet liggen, maar daar even serieus. Oké, als het echt moeilijk wordt, roep ik jullie. Nou, Willem, wat denk je? Ach, Henri. Met ons in het doel als vliegende kiep, lukt altijd. Ja. Oké, geregeld. Au. Hey. Is dat het nieuwste? Ja. Nou, kom op dan maar. En dan staat hier het nummer waar we te bereiken zijn. Oké, ik leg het hier neer. Hier, ja? Ja, komt voor elkaar. Kom, we moeten nu echt gaan, schat. Ja, nou haast me nou niet zo. Ja, haasten. Lieve schat, je bent al vanaf vanmiddag 4 uur bezig om weg te komen. Is jouw moeder ook zo, Rick? Ja, erger. Als die de opa's niet had. Nee, precies. Ik moet alles alleen doen. Hij breekt nog geen kopje naar het aanrecht. Alsjeblieft, lieve schat. Zullen we het daar een andere keer over hebben? We moeten nu echt gaan. Ja, nou, hier staan de chips en de cola staat in de ijskast. En als je nou wat anders wil, dan pak je het gewoon, oké? En er is ook nog soep. Nou, ik vind het wel, hoor. Mooi. Nou, gaat u nu maar. Veel plezier. Ja, dankjewel. Nou, dan gaan we maar, hè?
U heeft nog zo'n ding in. Oh, ja, dat weet ik. Dat haal ik er pas uit als we er zijn. Mijn haar is nog een beetje nat. Nu moet je echt komen, schat. Ja. Nou, hier heb je een flesje. En als er nou nog wat is, dan bel je gewoon, oké? Okay? Gewoon ja. Doen. Ja. Nou. Waar is mijn tasje? Oh, hier. Riek, we zijn niet voor ene thuis. Red je dat wel? Ja, makkelijk. En ik kan morgen uitslapen, dus... Oh, mooi. Nou, schat, we moeten gaan. Ja. Waar ligt de baby? Oh. Ja. Nou ja, kom maar. Ja. Lukt het? Het zal wel gaan, hè? Ja, maar het is wel een erg krakkemikkig gevalletje, hoor. Nou, ik bedoel eigenlijk met Rick. Ah. Nou. Hij zal wel bellen, hè, als er iets aan de hand is. Ah, joh, laat Rick maar schrijven. Die is bij de hand genoeg. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk gaat het goed. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, dan had hij huis wel gebeld, joh. Ja, tuurlijk. Nee. Eens moet de eerste keer wezen. Ja, natuurlijk. Ja. Maar hij is nog zo speels, hè? Als hij zich nou maar niet groot houdt en ons belt, hè, als er iets is. Nee, joh, dat komt best voor mekaar, joh. Zit je eigenlijk toch niet zo op te naaien, man? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk. Hey! Ah, wat is er gebeurd? Moeten we komen? Moeten we komen? Oh, Janine! Oh, Janine. Nee, Janine, ik dacht dat het Rick was. Nee, die is aan het oppassen. Wat? Ah, doe niet zo bespottelijk, Janine. Dat kind is oud en wijs genoeg, zeg. Schijn het goed. Een babytje! Dus die slaapt! Het is hier vlakbij! Hè? Huh? Janine vraagt of wij nog wel een luier kunnen omleggen. Janine, dat is een van de weinige dingen die een man nooit verleert. En nu hang ik op, want Rick kan ieder moment bellen. Dag! Wat had Janine? Natuurlijk niets! Ze vond het onverantwoordelijk dat wij dat jong niet oppassen. Onzin! Ja, natuurlijk, heb ik toch ook gezegd, heb je toch gehoord? Ja. Zeg, Willem, is douche al uit geweest? Nee, wij moeten douche uitlaten. Natuurlijk. Ja. Zeg, Willem, weet jij het nummer? Nee, maar dit is het, geloof ik, hoor. Dit is het. Oh ja? Ja. Even kijken, hè. Oh ja. Ja, dit is het. Ja. Even gluren. Ja. Zo. Zo, zeg het. Kijk maar weer. Ja. Wat van, hè? Nogmaals, hartelijk bedankt en tot morgen. Geen probleem, hoor. Tot morgen. Dag. Dag. Wat doet u daar? Goedenavond. Buis, wij zijn de overburen. Ja, we laten even de hond, Does, laten wij even uit. Ja, hij was hem gesmeerd, maar hij is nu weer terug. Alles is onder controle. We hebben hem weer. Ja, kom maar, Does. We gaan er weer van door. Ja. Goedenavond. Dag, meneer. Kerel, gaat alles goed? Ja, we waren douche even aan het uitlaten. We dachten, kom. We gaan Rick even controleren. Kom binnen. Ja, als we je niet ontrieven,
Hoe gaat het, Kate Manner? Ja, verveel me rot. Oh. Ze heeft heel lang geen kick gegeven, dus niks aan. En er is ook niks op tv. Had je huiswerk toch bij je? Heb ik al lang af. Je Nederlands ook? Ja. Oh, ik heb alleen één spreekwoord niet. De poten onder je uitzagen. Nee, nee. De poten onder iemands stoel wegzagen. Ja, ja. Wat betekent dat? De poten onder iemands stoel wegzagen. Ah, ja. Bedankt, opa. Nee. Ik bedoel, hoe zeg je dat nou? Nou, als je bijvoorbeeld iemand iets wilt gaan vertellen en een ander is je net voor. Nee, dat is het gras voor iemands voeten wegmaaien. Ja, die heb ik al. Nou ja, de poten onder iemands stoel wegzagen, dat betekent... Nou, kijk, hè. Kort hoor, opa. Iemands gezag ondermijnen. Ja, wat ik altijd bij opa Henri doe, begrijp je hem nou? Precies! Ondermijnen, is dat met een lange of een korte ei? Lange ei. Ja, bedankt. Oh, dat is waar ook. Ik heb mijn werkschrift topografie bij Karel laten liggen vanmiddag en heb ik morgen nodig. Huh? Mag ik dat even gaan halen? Jullie zijn er nou toch? Ja, als je maar niet te lang wegblijft. Ik ben zo terug. Vannacht en ook morgen regent het af en toe. De middagtemperatuur wordt morgen een graad of 11. Dit was het laatste journaal van vandaag. Voor nu of later. Dat is het. Complimenten hoor, Willem. Ja. Dat je dat nog kan na al die jaren, zeg. Geek joh, zo'n luiertje. Ze ruiken altijd zo lekker, hè, die baby's, vind ik. Het is 11:45. Blijf dat jongen toch. Hey, er zal toch niks gebeurd zijn, hè? Hij zal ons toch hier niet laten zitten? Nee, natuurlijk niet, nee. Ik begin me wel een beetje ongerust te maken. Ja, ik krijg ook. Nou, mensen waren kennelijk vergeten om even af te wassen. Oh, dat pakken we er van mee, hè. Is dat veel? Nee, dat komt dus niet. Oh ja, zo. Ja. We zijn er al hier. Zeg, die Karel, hè? Ja. Weet jij waar die woont? Geen idee, joh. Hoe weet hij eigenlijk van achter? De Groot. Groot. Nou, gaan we even alle de Grote bellen. Ja, 11:50. Oh nee. Niet weer, hè? Het flesje, pak het flesje. Ja, ik pak het. Maar dat moet eerst even op temperatuur. Oh, wacht. Het is al niet meer nodig, geloof ik, hè? Ja, maar ga toch maar even kijken, Henri. Ja, ja. Daar is hij! Wat is er gebeurd? Nou, niks. Ik was de tijd helemaal vergeten. De tijd vergeten? Nou ja! Hier 3 uur laten wachten en als enige excuus aanvoeren. Ik ben de tijd vergeten, ben je nog helemaal gek geworden. Ja, sorry. Ja, sorry, had je niet even kunnen bellen? Niet aan gedacht. Niet aan gedacht. En waarom ben je zo laat in vredesnaam? Karel had net de Godfather 2 gehuurd, ik heb even gekeken. Even? Nou ja! Het was hartstikke spannend. Aan het eind gingen ze met z'n allen... Ja, kan mij dat dan schelen, jongens, schijnt toch uit? Kom er nog aan toe. Ik wist echt niet dat het zo'n lange film was. Nee. Wij spreken elkaar nog, Gereltje. Ik vind het werkelijk een schandaal zoals jij met je verantwoordelijkheden omspringt. Maar jullie waren er toch? Roosje is jouw verantwoordelijkheid. Kom hier, douchen. Kom. Tja, echt een rotstreek van je, Rick. Nou, het spijt me. Ja, het spijt mij ook. Shit. Rick, kom uit je luie nest. Kom beneden. Naar Willem.
Als je... Hè? Wat is er? Ja! Ja! Als die beneden komt, pakken we hem goed aan, hoor, denkt Tom. Ja, wat dacht je dan? Ja. En dit keer niet van ach die knul. Nee, natuurlijk niet. Joost, zodra die beneden is, dan krijgt hij de wind van voren. Ha. Hoe laat was je eigenlijk binnen vannacht? Geen idee. Ik ben me niet eens gaan kijken. Een uur of één, geloof ik. Hallo, mag ik even storen? Oh, dag mevrouw Van Deuren. Komt dag mevrouw Van Deuren. Is Rick thuis of slaapt hij nog? We hebben meneer nog niet gezien. Oh, nee, het is ook schandelijk laat geworden. Mijn excuses. Maar wat is dat een voortreffelijk kereltje, zegt die Rick. Nee, ik zou het ook echt eerlijk zeggen als het niet zo was. Maar het is een schat van een jongen. Ah, daar is hij al. Hij had zelfs de afwas gedaan. Wat zegt u me daarvan? En hij heeft Roosje een schone luier gegeven. Ga die Rick, ben je uitgeslapen? Ja hoor. Goedemorgen, opa's. Goedemorgen. Nou, ik zeg net tegen de opa's dat je zo fantastisch hebt opgepast, echt. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Nee, je hoort tegenwoordig zoveel van die denigrerende opmerkingen, hè, van de jeugd van tegenwoordig. Mm-hmm. Nou, dat zal in sommige gevallen best wel zo zijn. Maar in ieder geval niet als ze door hun opa's worden opgevoed. Rick, je mag bij mij altijd komen oppassen. Bedankt, hè. Oh, en nou moet ik gaan rennen, want mijn man staat op me te wachten. Ja, ja, ja. Dag! Dag, mevrouw Van Deuren. Schone luier aandoen, hè? Afgewassen, hè? Mm-hmm. Heb je gehoord wat mevrouw Van Deuren heeft gezegd? Ja, opa. Lach niet! Mevrouw Van Deuren heeft zojuist de poten onder onze stoel weggezaagd.